En dat associeer ik heel sterk ook met het beeld wat jij net voorlas van het licht op die huizen. Ja. En tussen de huizen door. Ja. En het licht van de singles. Ja. Nou, dat kom ik ook in Haarlem niet tegen. Nee. Jouw collega's vroegen wanneer ik dan wilde beginnen. Ik wilde heel graag in de herfst beginnen. Ik vind de herfst in Nijmegen. Vanwege dat licht? Ja, vanwege het licht. Ik vind het fantastisch. Ja. Ook, dus, nou, heb ik ook gemerkt, ook de ochtenden, als dan kijk ik aan het raam van hierboven dan. En dan gaat een beetje mist over de Waal. En dan langzaam breekt die zon door. En dat is iets heel erg optimistisch stemmend. Dat vind ik vind dat zo ongelooflijk prettig. Is dat Nijmegen of is dat de onbezorgde jaren van je jeugd? Ja, beide. Ik verbind dat heel erg met elkaar, ja. Onbezorgdheid. En, mijn jeugd en zo. En het raar is, die onbezorgdheid, het overkomt me iedere keer als ik de brug overrijd of met de trein Nijmegen binnenrijd. Dus, want we hebben een keer al gehad toen we dit een beetje aan het voorbereiden waren, over thuiskomen. Dat is dus echt thuiskomen. En het is het gevoel van, ik woon wel in het Westen, maar toch hoor ik, toch blijft er heel veel van mij hier horen. En ik weet ook niet precies wat dat is, maar dat wil ik trouwens wel. Dat wil ik trouwens wel onderzoeken, terwijl ik hier ben deze 2 maanden. Wat is dat? Wat maakt Nijmegen tot thuis? En waarom? Of is dat een gedachte die niet op waarheid gebaseerd is? Maar ik hoor van heel veel mensen die hier hebben gestudeerd, die hier een opleiding hebben gehad, die dan uiteindelijk weggaan en dan toch 20, 25 jaar later weer terugkeren. Ja. Is dat vanwege datzelfde romantische verlangen? Ja. Of is het toch omdat ze na een lange ervaring erachter zijn gekomen dat de leefkwaliteit, zeg maar, de manier waarop mensen met elkaar omgaan in Nijmegen prettiger is dan elders? Ik weet het niet. Ik kan het niet bewijzen, maar misschien dat dat ook wel met elkaar samenhangt. Ja, en ook zeg, wat je zegt, die losheid van de stad. Ja. Er wordt niet zo moeilijk gedaan, vind ik. En toch nuilt iedereen. Ja, nuilen. Maar dat is echt een Nijmegens woord, nuilen. Ja. Maar dat is vooral nuilen om meestal om dingen die niet heel erg te doen. Vind je wel? Wat is de definitie van Frans? Volgens mij is de definitie van nuilen dat jij niet nuilt, maar de ander dat. Ja. Je nuilt nooit zelf. Je nuilt nooit zelf. Nee. Ja. Maar jij geeft wel eens die voorbeelden dan loop je door de stad en dan komt er zo iemand naar buiten en die gaat dan zeiken over een fiets of zo. Dat is toch echt nuilen? Ja, sorry, het gaat niet om mij hoor. Jij bent een Nijmegen gebleven. We hebben in Nijmegen, waar over veel goeds verteld wordt door jullie al 2, hebben we nou even die hele mooie fietsenrekken. Maar omdat die fietstassen zo breed worden, gaan die fietsen, zit er een wankel in. En op een gegeven moment dolden daar inderdaad een damesfiets met een grote fietstas aan de eerste kanten op het trottoir van de grote straat. En toen kwam er iemand uit een café, het was een leegveilig café, en die ja, met de deur open hier, die rekken. dat vind ik ook wel een beetje Nijmegen. Ja, ik spreek ook even aan, jij bent Nijmegen gebleven. Ja. Dus, ja, jij kunt je ook niet voorstellen dat je weggaat, neem ik aan. Jawel, maar op een gegeven moment, als je niet op een leeftijd, waarop jullie weggaat, dan blijf je hier. Dan komen niet bepaald in Nijmegen. Ja. Alleen, ik moet het vaak uitleggen, buiten Nijmegen. Nijmegen is het wat beter. Nee. Moet je trouwens, als jij zeg maar, in het buitenland bent, bent bij collega's zeg maar, op werkbezoek of zo, en ze vragen aan jou: van wat voor stad ben je nu eigenlijk burgemeester? Wat zeg je dan? Ik begin met te zeggen dat het de oudste stad van Nederland is. Ja? Behalve dat ik dat zelf ook wel leuk vind, weet ik dat het een onderscheidend criterium is. Ja. En dat je daarmee belangstelling trekt. Vooral als ik dat zeg tegen mensen die in steden wonen die misschien 150 of 200 jaar oud zijn, ja. Dan is het leuk om te vertellen. En ik beschrijf de stad wel altijd als gekoppeld aan kenmerken als tegen die Duitse grens aan. Ja. En dat is toch ook wel heel erg bepalend voor Nijmegen geweest. Universiteitsstad, katholieke stad van culturele achtergrond. En je kunt de historie nog terugvinden. Niet altijd letterlijk in de zin van dat je de gebouwen, heel veel is verwoest natuurlijk. Maar de historie is volgens mij toch echt op elke hoek wel te vinden. In de verhalen, voor zover je nog wat kan zien. Maar misschien dat ik daar te romantisch in ben, in mijn eigen opvattingen. Maar de historie bepaalt ook de stad van vandaag.
dat wij die middeleeuwse geschiedenis hebben, daar zijn mensen trots op in Nijmegen. Ja. Maar dat betekent ook dat dat onderdeel uitmaakt van hoe zij naar zichzelf kijken en hoe ze naar Nijmegen kijken. Tot en met de oorlog, die ook een hele bijzondere geschiedenis in Nijmegen laat zien. Behalve een geschiedenis van leed, is het ook de enige fonds dat die, waarvan in de Europese geschiedenis die zo lang fonds dat is geweest. Namelijk 8-9 maanden, in ieder geval West-Europese geschiedenis. En ook dat kleurt. De generaties boven ons hebben al die herinneringen nog aan die tijd. Ja. En ook hun beeld en hun blik op het leven is mede daardoor bepaald. Ja. Dus ik probeer daar wat te vertellen in het buitenland. Want als ik de harde feiten alleen maar vertel, namelijk Nijmegen heeft 165.000 inwoners, heeft een universiteit en het ligt daar. En dan denken ze, nou, er zijn er nog tientallen van in Europa. Ja. Dus ik probeer wel een beetje, ik ben natuurlijk ook altijd op zoek naar wat is nou het af te zonderen van Nijmegen. Wat is nou het bijzondere wat Nijmegen onderscheidt van andere steden. En ik heb altijd het gevoel, maar misschien dat ik dat overkomt omdat ik een trotse burgemeester ben. Ik heb het gevoel dat dat anders is dan andere steden. Ja. Maar je moet het wel af en toe echt proberen te omschrijven voor jezelf, te formuleren. Ik merk wel dat als wij buitenlandse gasten hebben, dat ze altijd onder de indruk zijn van Nijmegen en ook altijd terugkomen. En de nieuwe Amerikaanse ambassadeur, die vorig jaar hier voor het eerst kwam, die is inmiddels verliefd geraakt in Nijmegen. Maar ook weer omdat ze het verbindt aan historie. Haar eigen grootvader was voorzanger hier in de Joodse gemeente. Dus die heeft echt het gevoel dat Nijmegen de kern is van het historische Europa. Nou, dat hou ik natuurlijk graag zo. Natuurlijk. Ja, kom. Had je trouwens, toen je hier kwam en burgemeester werd, had je het ook, kreeg je het ook het gevoel, ik ga sowieso tijdens mijn periode dat ik hier ben iets veranderen aan de stad? Nu of alleen politieke dingen of zo? Nee. Maar ik bedoel, ik weet dat een burgemeester kan weinig veranderen. Ik bedoel, de politiek van de stad wordt door anderen gemaakt en je hebt daar wel invloed op. Maar dat is de invloed van het duwtje hier en de beweging daar, het idee dus. Hè, dat we hier in het bezienershuis zijn en dat zo'n artist in residence werd geboren, is ontwikkeld, heeft te maken met het feit dat ik een keer bedacht, wat moeten we toch met dat bezienershuis doen? Ja. Het is toch een doodzonde als we er niks mee doen? Ja. En toen dacht ik, god, dat Roland Holst huis in Bergen aan zee, of in Bergen binnen moet ik zeggen, en het Rembrandt huis. Daar is toch ook meer mee gebeurd dan alleen maar dat huis er staat. Dat kunnen we zo iets niet doen. Ja. Dus dat zijn je kleine invloeden in zo'n stad. Maar je grotere invloeden, voor zover je die hebt, is of je kunt beïnvloeden hoe mensen naar de stad kijken. Of je de historie van de stad voorop stelt als onderdeel van je stadspromotie. Of dat je zegt, nee hoor, Nijmegen moet zich vooral kenmerken door de kennisstad. Of door het feit dat wij hoogwaardige technologieën hebben met NXP, of dat we de noordelijkste stad van het zuiden zijn. In die beelden kun je wel degelijk de stad beïnvloeden. Ja. En op hoofdlijnen samen met de wethouders en met de raad, welke ontwikkelingen je wil stimuleren en welke je wil afremmen. Maar je bent als burgemeester eerder een boegbeeld dan dat je de grote richtingwijzer bent, de voorganger bent. Zij hij bescheiden. Ja. Tot slot, toen we dus bij die tijdens de wintertuin, bij die punkband stonden te luisteren. En in de pauze jij mij aansprak over dat bezienershuis en zei misschien is het iets voor jou. Wat vind je dat ik in deze tijd hier moet doen? Ik weet het zelf wel, maar wat vind jij? Als ik jou een beetje inschat, dan denk ik de dingen die je leuk vindt. En dat is door de stad heen lopen. Dat is waarnemen waar de stad veranderd is, maar ook wat je opvalt en wat je nog niet eerder wist van Nijmegen. En ik vind die vergelijking met Arnhem zo interessant. Want behalve dat jij een Nijmeegse jongetje bent, ben je een van de weinige, misschien wel de enige schrijver van deze tijd die Arnhem en Nijmegen heeft gekend van binnenuit, omdat je hier bent geboren, hier bent opgegroeid, hier bent gestudeerd, in Arnhem lange tijd hebt gewoond
En nu in geen van beide steden meer woont. En dat betekent dat je moet een licht onthechte blik kunnen werpen op beide steden. En dat vind ik interessant. Ik wil weten wat de waarneming van jou is voor beide steden. En of je ook daar overeenkomsten in ziet. Of toch vooral de verschillen. En ik zou het fantastisch vinden als die waarnemingen en die overwegingen van jou ergens neerslaan. Behalve in dit soort performances, heet dat geloof ik. Ook in iets tastbaars. Dat ga ik doen. Oké. Ik word hier bewaard. Dankjewel. Ja.